zelf daarover. Zo heb ik waarschijnlijk wel vanaf dag 1 mijn stembanden getraind. Net als zijn broer ging hij verrassend genoeg naar de school met de Bijbel. Hij kreeg volgens Gerard een hele nette opvoeding. Mijn moeder zegt wel eens als ze Geer en Goor ziet en ze hoort een wind of een boer. Ze zegt zo heb ik mijn kind niet opgevoed, zegt ze. Dat vindt ze verschrikkelijk. Ja, maar volgens mij ben je heel keurig opgevoed. Ja, dat vind ik van wel. Ja, ja. Ik had hele lieve ouders. Bij ons kon altijd ook alles. En ik kom uit een heel doodgewoon doorsnee gezin, burgerlijk gewoon. Mijn vader was offsetdrukker en mijn moeder die snappelde nog een beetje bij in de huishouding. En zo ging dat. Die hebben dit toch met grote ogen zien gebeuren? Ja. Van jongs af aan was één ding duidelijk. Gerard wilde gezien en het liefst beroemd worden. Ik heb even een paar dingetjes meegenomen die toch wel redelijk illustratief zijn voor hoe dat gegaan is. Ach jeetje, nee hoor. Dat kan niet, Ivo. Jawel, dit moet even. Kijk. Het is echt leuk namelijk. Je zag Gerard overal en nergens dansend in beeld. Dat vind ik zo verschrikkelijk nu. Niet dat ik me ervoor schaam, maar dat ik zo vreselijk... Oh god, Maria, ja. Maar altijd vooraan dansen, hè? Ja. Ik bedoel, er zijn er wel 30, ja. Maar jij staat wel op rij 1. Ja, dat wist ik meteen hoe dat ging. Ik ben zelfs als een keer weggestuurd door John de Mol. Die trok me zo mijn benen weg. Die zei, die jongens elke week zo vaak in beeld. Die moeten nu weg. Maar dat was ook een soort strijd onderling met die figuratie. Ja. Maar A, kon je goed dansen? Ik kon goed dansen. Maar B, wat hier wel uitspreekt, als je dat toch ergens was, graag opvallen. Ja, ja, dat moest, dan was ik erbij. Ja. Dan moest ik erbij zijn. En ik weet nog wel, we hadden... Dat is ook heel gek, want heel vaak dat je dan een hele grote ster had, hè, Whitney Houston of Randy Crawford of noem maar op. En dan ging je daar gelijk op de foto zo erachter. Maar dan wist je dat het of in een popblad kwam of in de krant. En dan stond ik natuurlijk ook altijd bij, want ik werkte in de horeca en die deed ik gewoon bij. Ja. Nou, maar ja. Één ding is duidelijk, het moest. Het moest, ja. En dat zat in mijn systeem. Roem, bekendheid moest. Ja. Ja. Ben je daar een gelukkige mens van geworden? Ja, ik ben een heel gelukkig mens van geworden, want het zat er al heel vroeg in. Op de LTS had hij de keuze uit een aantal vakken. Maar de enige richting die hij ambieerde was beroemd worden. En die discipline werd daar niet onderwezen. Ik spreek hem wel eens mensen vroeger uitschaar, die hebben daar toen zo'n feest om geworden. Dat was een vak wat daar niet op de lijst stond. Nee, dat stond toen niet op de lijst gewoon. Wonderlijk. Niet te tellen het aantal keren dat hij als figurant in beeld kwam. Ja, hier spreekt al uit van meet af aan. Ik wil gezien worden. Ja, het is eigenlijk best wel, als je het zo ziet, een beetje beschamend. Maar aan de andere kant denk je, ach ja, het loopt zoals het loopt. Heb je nog meer van die beschamende beelden? Ik weet het niet, het hangt van je eigen... Ach, vreselijk, wat is dit? Hetzkaar. Oh ja, het Rudekaart is ook wat leuk. Toen was ik nog niet bekend overigens. Hier ben je wel al bekend. Oh ja, jeetje ja. De Havenstraat. Hallo, ik ben Gerard Joling en ik sta hier voor mijn ouderlijk woonhuis. Zoals je ziet, een mooie schutting. Ik samen met mijn vader getimmerd. Hallo oma. Hallo Gerard. Eet je nog vanavond mee? Nee, ik ga mijn toestel op de haard. Oké, prima. Dat zou mij benieuwen als Gerard nog eens keer op zijn stelling is hoe dat zal gaan. Ik denk dat het niet veel wordt met dat hij elke dag thuis zit bij moeder. Ja, dit is dus mooi, dit. Mijn kamertje. Het is niet echt groot, maar ik kan je zeggen, ik ben er dik tevreden mee. Het was wel voor die tijd revolutionair studio aan huis, dus oefenen met de bandrecorder. Oh ja, met die bandrecorder, ja. Maar het is een kraakheldere carrièrelijn. Ja. Je wist precies wat je wilde en je ging ervoor. Je ging ervoor. Ja. Ik bleef dansen, ik zong commercials in, ik deed commercials. En ik deed eigenlijk allemaal dingetjes. Het had niet echt een lijn. Ik was super ambitieus. Ja, want de lijn was, ik moet gezien worden. Ja. Ja. Je deed mee aan Mr. Verkiezingen, heb ik gelezen. Dat heb ik één keer gedaan, ja. Heel geestig vond. Ja. Ja, één van de twee heb je gewonnen, Mr. Grease of Mr. Calanzo. Mr. Calanzo. Oh, triomf. Triomf, ja. Triomf. Ik won een tv, een grote tuinstoel en waarde. Ik weet het nog zo goed, het was echt te grappig. Mr. Grease heb ik ook al meegedaan, maar dan was ik nog jonger. Ja, 17 jaar. Dat is best een tijd. Zo, Ivo, je weet best veel. Maar dan woon je dus nog op je 26e thuis, Gerard Joling. Ja, dat vond ik ook zoiets bijzonders. Ja. Omdat man met dit in zijn hoofd, met die duidelijke ambitie, hè, redelijke vrijbuiter, en die blijft dan toch bij mami en papi. Nou, ik had sowieso een topjeugd gehad. En mijn vader en moeder waren zo lief voor me. En ze wilden ook niet dat ik wegging. En ik wilde dat zelf ook niet. Maar op een gegeven moment was de situatie ook niet meer te houden thuis. Want het was een soort bedevaartsoord, werd het op een gegeven moment. Meisjes lagen in slaapzakken voor de deur en de hele dag ging het door. Dus het Luxeflex was gekocht door Gerard, dat ging ervoor. Naambordje ging van de deur. Wat jij net zag, die houten schutting, die moest er langs. Want mensen stonden gewoon in de tuin te kijken.
Dus dat heb ik met mijn vader getimmerd toen. En dat, zodat er niemand meer in de tuin komt. Dat kun je toch niet voorstellen? Het is een grote doorbraak. We leven die met een nummer waar hij aanvankelijk zelf totaal niet in geloofde.